Hey, ja, dit is genoeg aan van dood. LO Fit 19. Wat ga je doen? Wat gaan we doen dan? Wat ga je doen dan? Wat ga je doen dan? Wat ga je dingen doen dan? Dennis, hoor je mij? Dennis. Zegt hij wat? Dennis, hoor je mij? Ik hoor niks hoor. Ik wil je wat zeggen. Wil je wat zeggen? Loop. Hey, welkom bij LO Fit. Fijn dat je kijkt en weer meedoet. En ik ben Reinier. Hè? Volgens mij, volgens mij is het slecht weer op komst, of niet? Ja. We gaan er meteen tegenaan, dus ik zou zeggen, doe mee. Succes. Hey Dennis. Hey Rij. Welkom bij LO Fit. Yes. We hebben het voor elkaar, hè? Het is net zo veilig als bij de appie. Zeker. Top. Zullen we gaan? Is goed. Twee keer 10. Inlichtsteun. Schoudertjes aantikken. En dan gaan we elkaars handen aantikken. Doe maar mee. Daar gaan we dan. Hé? 1. Hey, welkom. Govert Viergever. Stel je eventjes voor de kijkers. Ik ben Govert Viergever. En ik heb bij Reinier in de klas gezeten. En in die tijd was ik altijd topsporter. Roeien. En ben ik naar de Olympische Spelen geweest in 2016. Geweldig. Mede dankzij Reinier dus. Ja, dat is onzin. Dat is te veel. Hey, de Spelen gaan nu helemaal niet door. Hoe is dat voor Olympische sporters? Ik woon nog in huis met een jongen die naar de Olympische Spelen zou gaan. Oh. En ja, dat is een hele grote klap. Maar het is wel zo, als topsporter, je bent... En even rust. Complimenten, mijn heren en dames. Heel even rust, want we gaan er nog 10 doen. Uitstekend. Ja. Ik woon nog in huis met een jongen die naar de Olympische Spelen zou gaan. Oh. En ja, maar het is wel zo, als topsporter, je bent altijd voorbereid op iets wat mis kan gaan. En dat dit nu zo'n grote effect heeft, ja, dat is natuurlijk wel heel, heel kloot. We gaan weer voor de tweede keer. Tweede keer dus. Daar gaan we. Ja, komt hem op. En 1. Hoe was dat voor jou, Olympische Spelen? Want volgens mij kunnen wij ons daar geen voorstelling van maken. Maar kan je dat heel kort schetsen? Het is inderdaad bijna onmogelijk om daar een voorstelling van te maken. Want ik weet wel dat ik me erop voor probeerde te bereiden. En een voorstelling van probeerde te maken. Maar toen ik daar helemaal kwam en zag hoe groot het is. En hoe intens goed voorbereid zoiets moet zijn. Een heel dorp waar 20.000 mensen moeten wonen. Wordt uit de grond gestampt. Een eethal, zo groot als 6 voetbalvelden, achter elkaar gelegd. Toen ik daar was, mijn mind was blown hoe groot het was. Heel goed. Super goed gedaan. Mijn complimenten. We gaan de gehate burpees doen. Twee setjes van 20 keer gaan we doen. Dus doe maar mee, met een klapje in de lucht. Lekker voor je beenspieren, voor alles. Gewoon 2 keer 20. Daar gaan we. En liggen, terug, springen. 1. Hey, wat doe jij nu om fit te blijven? En zeker in deze coronatijd. Nou, dat is wel leuk, want ik ben eigenlijk ook geen uitgeleerder. Maar ik ben wel krachttrainer in dus een gym met allemaal andere sporters. Die is nu dicht natuurlijk. Daarom geef ik thuis vanuit de huiskamer. Geef ik trainingen. Ik moet 10 trainingen per week meedoen. Dus ik ben eigenlijk weer gewoon bijna net zo hard aan het trainen als dat ik vroeger trainde. Je kan straks vooral weer in die boot stappen en Shit, je bent weer in mijn benen, man. Dit is een misschien even kan laten zien voor onze gratis, voor onze kijkers. Ik kan zo'n bal van 45 kilo kan je een paar keer optillen. Maar als je als je dat niet hebt, kan ook je broertje optillen van 45. Dan kan je ook altijd. Oh, wat doe je dat? Ja. Superman. Een oude man. Kijk eens. Een oude man, hè? Super soepel. De burpees. Dat is toch wel, denk ik, de koning van de conditioning oefeningen. Waar je gewoon echt alles uit kan halen. 20. Wat mij intrigeert, de Olympische gedachte op dat hoogste niveau,
Als je dan tegen elkaar kan meedoen, dan maakt het eigenlijk niet uit of je wint of niet. Maar hoe is dat als topsporter dan? Want dan wil je volgens mij alleen maar... We doen er nog 20, of niet? Ik zei net dat de sfeer onvergelijkbaar is, maar als je daar eenmaal in de wedstrijd ligt... Ik weet nog heel goed het moment dat ik daar aan de start lag. Dat ik naar links keek, daar zag ik de Italianen. Daar had ik al 25 keer tegen geroeid. Ik keek naar rechts en dan zag ik de Australiërs. En daar had ik ook al 25 keer tegen geroeid. Ik zat te wachten van, wanneer gaat dit nou voelen als een Olympische finale? Maar de wedstrijd is gewoon een roeiwedstrijd. Het is niet anders dan dat je tegen normale tegenstanders roeit. Ja, er komt wel een extra dimensie. Vooral tijdens de race. En ik wil het wel toen ik over de finish kwam en dus niet had gewonnen. En jullie werden vijfde, hè? Ja, toen daalde het wel even in, want toen was het van, fuck, over 4 jaar kan ik pas dit herkansen. Ja. En dat was wel eventjes dat was moeilijk. Dat was echt een moeilijk moment. Jij bent na het topsport gebeuren, ben jij ook podcasts gaan maken over sportvoeding? Is dat nog steeds zo? Absoluut. Daar ga ik gewoon lekker mee. Heb jij misschien een goede tip? Nou ja, dat is misschien niet voor iedereen. Toch wel een beetje omdat je iets minder doet, is een beetje de koolhydraten beperken. Dat is qua voeding wat ik zou doen. Heb je misschien dan een lekkere tip voor ons? Dat is wel moeilijk, want overal zijn de eieren zijn echt wel op. En dat is wel een stapelvoer, om het zo maar te zeggen. We moeten eieren hamsteren eigenlijk dus. Eigenlijk wel eieren hamsteren. Ja, hamsteren zou je het kunnen noemen. Goed gedaan, man. Check. A few moments later. Dennis kan niet meer. Ga maar. Als je alles geeft, dan mag het ook natuurlijk. Ik heb alles gegeven, ik kon echt niet meer. Heb je gezien? Het is je hartslag, jongen. Ik wil het niet weten. Hij zal echt genoeg gewogen hebben voor vandaag. A few minutes later. Ja, het is lekker trouwens hier, hè? Dennis, hé. Onze atleet, goed bloed. Hey, bedankt voor het kijken weer. Het was geweldig dat je mee hebt gedaan. Klasse. Complimenten. En vergeet niet te abonneren, want er zijn mensen die hebben al onze filmpjes gekeken, maar hebben nog steeds niet geabonneerd. Beetje jammer. Dus, abonneren. L.O. Fit 19. Wat ga je doen? Wat gaan we doen dan? Wat ga je doen dan? Wat ga je doen dan? Wat ga je diggy diggy doen dan?